Alright, succes jongens. Succes. En laat elkaar heel, hè. Waarschuwingslichten. Oh. Ja, ik zie het vooral. Oh! Mijn motor is kapot, zegt hij. Ja, dat kan. Ja, maar wat ik echt gebeurd van achteren? Wie deed dat? Dat weet ik niet. Maar als je de pit in gaat, dan kunnen ze een fixen voor je. Ja, maar dan sta ik gelijk 300.000 rondje achter. Jongen, ik heb ooit gehad op Le Mans, wat is echt een tyfus langs de circuit. Eerste ronde dat ik uitviel. Met motorschade. Bocht 1, dus ik moest het hele rondje rijden. En ik heb uiteindelijk podiumpositie behaald. Dat is knap. Waarom? Niet opgeven. Ik ga deze race niet opgeven. Heel goed. Want ik wil ook graag in de ranking. Maar echt, ik zweer je, er gebeuren iedere race nog wel rare dingen hoor. Ja, op deze baan wel het minst. Nou, daar zou ik niet van uitgaan. En Roel, dankjewel voor die sub, man. Appreciate it. Voorraad. Als het net zoals Formule 1 is, oneindig. Net als voor me. Oh, wel. Oh, dat is net als zelf. 6 seconden. Daarom zeg ik van, er is nog geen man overboord hoor. Ah, kom best goed. Ik krijg rondetijden van 1,40 dus. 1,40? Nou. Dat is zeker. Lekker hoor. Met 200 pk meer en op zachte band. Smash. Gassen. Ik heb de gevonden op gas in het wel. Oh, kijk. Ja. Oké. Okay. Nou, ik heb het in de twee keer in? Twee keer? Ik zie twee keer smash op de lijst staan. Nou, je hebt een tresor. Slim. Precies. Dat denk ik. Ja, één keer is Spartan bij mij. Team zijn. Zonder vlaggetje, zeg maar.
over raak ik hem bijna kwijt. Lijkt mij een strikklem in de broek gekregen. Zeg je? Ik heb blijkbaar eens een strikklem gehad. Ja, ik zou niet weten waar je dat hier zo 1, 2, 3 zou kunnen doen. Ik ben niet echt hele gevaarlijke plekken ofzo. Nee, precies. Hup, dus doorrijden. Smash, 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 dit kan niet. Kom op, man. Het is echt altijd hetzelfde, man. Kom op. Beetje respectvol. Ja, dat is ook wel een beetje zijn naam, toch? Ja, maar dude, ik wil wel heel graag dit gewoon winnen, de competitie. Daar train ik ook hard voor. En dan moet je niet daar zo erin gaan duiken. Dat zeg je dat ik voornamelijk ook gewoon heel laat rem. Ja, I know. Niet heel bewust laat remmen. Nee, maar jij kiest dat altijd als je laat remt. Nou, dan kies ik maar de binnenkant. Ja. Ja. Maar het gat is op dat moment. Nee, dat gat is op de mensen insturen. Ja, maar die hebben dan nog niet ingestuurd. Maar ik snap dat dat dan wel een probleem oplevert, ja. Ah, oh, joh, de bocht is nog een moest. Vies kon niet gelopen. Die auto loopt te schokken? Bizar. Te schokken? Hoe bedoel je? Ik weet niet of je dat rubberband ding of je gaat, maar van links naar rechts, van links naar rechts. Oh, bij mij? Ja. Ja, het past bij mij. Maar dat is veel in GT7, man. In GT Sport had ik dat nooit. Ja, dat had ik wel eens een keer als de gas uit China voor me reed, maar... GT7 bij iedereen, ja. Ja, het is echt heel slecht gedaan. Ja, de online ervaring is niet zo, denk ik. Ja, volgens mij is dat puur netcode, maar... Maar rustig aan doen, man. Je hebt echt de snelheid vandaag. Yeah. Je kan mooie dingen gaan meemaken, maar niet ongeduldig zijn, man.
Weer wat gebeurd? Nee, ik had nog 2 seconden penalty. Ah, okay. Van Leaving the Track of... Yep. Goeie afsplitsen, hoe is het, man? Zo, dat is vroeg, Mad Boy. Ja, mannen zijn we dat. Ja. Linksachter, 6 seconden op. Ik kon het maximaal 9 rondjes rijden in de medium band. En op softs ook. Ja, maar softs zijn niet echt meer te gebruiken in een race. Alleen als je bijvoorbeeld de snelste rondetijd nog even wil pakken of zo, weet je wel, omdat je onbedreigd vooraan staat. Hey, ik sta niet meer laatste. Excuses. Maar niet eigenlijk een beetje wat. Ja, de eentje dood is de ander zijn brood, hè? En niet vergeten, ja, jongens, je moet vandaag wel op 2 verschillende compounds ook rijden. Is dat zo? Ja, dat moet zeker. Mag ik ook intermediate pakken dan? Als jij dat wil. Ja? Het is beter als medium, hoor. Dat denk ik niet. Nee? Nee, dat weet ik wel zeker van die. Ja, want medium is dus 9 ronden bij max. Ik denk intermediate nog veel minder op met droog weer. Waarom schak ik hier nou weer terug naar 2? Tjonge. Want rijden we allemaal met stuurtje trouwens? Nee, niet allemaal. Ja, pitstop duurt heel lang. In principe, als je het wil, zou je dit met een 1 stopper kunnen doen. Nee, ja, ga proberen. Ja? Ja. Het is wel knap, want dan moet je dus echt met je medium bandje moet je echt heel lang meegaan. Wat wel een probleem is. Op de 20 van de beter aard en dan nog ja, ik zie niet, toch? Alsjeblieft. Ik raak jou niet, toch? Nee. Eet de ruimte. Ah, ja, dat is een stukje wel. Dat begon in één keer te glijden. Iedereen net op medium zo. Dat is echt altijd flink verschillen.
Hey, je zou niet de enige zijn die met patrollen speelt hoor. Take a lot to take me away from you. There's never another 100 men on all I could ever do. I'm just the rains down in Africa. Gonna take some time to do the things we'll never have. Mikey! Dankjewel voor die sub, man. Appreciate it. Ja, nee, dat snap ik, Kampersko. Maar hey, wat? Doet dit spel nog iets met het vuilrijden? Ja, volgens mij wel. Iets minder grip of zo? Of ook slechter voor je banden? Nee, volgens mij alleen minder grip. Ik rijd bijna voor me iedere bocht op het vuil. Volgens mij is mijn racelijn precies andersom. Ja, volgens mij heb je daar niet heel veel last van hoor. En als jij het niet struggelt, ermee. Want ik merk er eigenlijk helemaal niks van. Dan is het toch prima. De force is strong in this one. Dankjewel voor die follow-up. Matthijs, jij bent weer een fan. Ja. Ja. Lekker. Wie deze keer? Ik kan het niet zien zo snel. Oh. Ik zie alleen, hup Matthijs. Of hij denkt dat ik Matthijs heet. Dat kan ook. Oh, goed. Wat was dat zijn trouwens? Thomas heet hij. Dat is een broertje. Ah! Lekker, lekker. Welkom, Thomas. Bocht 3 merk trouwens wel. Ja, ik weet nog dat Alves er 2 races geleden vond ik ook heel erg last van had. Van Spel, de Marbles. Ja, dat klopt. Ja. De track die heeft er, zoals toen met die reveal, toen is er dat iets in de track veranderd. Ja, want is dat niet hoe langer dan de rijden we echt af wordt? Ik heb er aan het begin last van. Ja, is goed wel. Vet. Heb je vaker gereisd, Mikey? Dat is een beetje de vraag die je daarbij moet stellen. Als je zegt van ja en je weet dat je het echt super vet vindt, weet je, ga dan maar meteen voor het Fanatec uurtje. Als je gewoon wil kijken of het iets voor je is, dan kies voor Logitech, een hele goede value for money.
Dat zou ik gewoon gelijk voor die Fanatec gaan, man. DD Pro, jongen. Oh, fantastisch. Ja, die wil ik uiteindelijk wel hebben, man. Hij is echt... Alleen het standaard stuurtje wat erbij zit, ben ik echt niet over te vinden. Over de overbrenging, dat het plastic is. Ja, oké. Okay. Het kraakt en het doet. Maar ik kan gewoon dit CSL Elite stuurtje erop zetten, toch? Ja, dat kan, maar... Ik heb die set, zeg maar, gekocht. Ja. Dus de Gran Turismo stuur, toch? Ja, op zich een heel goed stuur, alleen het laatste stukje van het stuur niet. Dat het plastic is. Er zit veel te veel flex in. Ja, snap ik. En het kraakt. En ik heb de Fanatec al over gemaild. Ah, dat mag gewoon niet van Fanatec. Ja, zeg maar, het kan geen kwaad. Hé, hey, maar ja, het voelt niet kwalitatief. Ja, ik vond het voor €700, maar had het al een metalen overbrenging op mogen zitten. Ja, eens. Ja. En ik kan er nu één kopen voor €90. Ja, dat snap ik ook. Maar bij de moeder zit er eentje in de Discord, die heeft hem in het finale afgebroken. Pas op, Wilco, ik kom rechts. Ja, kom maar. Thanks. Versleten bandjes? Ja, begin ze te voelen. Ja, dan is dat wel een kup op, ja. Wil je niet vroeg op het gas gaan? Nee, daar ben ik achter. Tracklimit, denk ik. Wat is de tracklimit? Wat van mij. Nee, ik dacht dat we wel een stukje aan de hand afsnijden was. Van mij. Rustig aan, jongen.
steeds van de compounds verplicht, toch? Ja. Ja. Even kijken, mediums eronder. Ik wou dat zeggen. Wat? Dat er iemand anders ook moest tanken. Ik moest ook even tanken, ja. Nou, als dat kan, moet je het zeker doen. Ja, dat lijkt zo vaak hoor. Nee, mijn rondetijden wou ik stellen, maar terwijl ik denk... Ja, maar reed je met de volle tank? Want terwijl ik dat tuning niet uitstaan, dus heb je dat die gelijk getrokken wordt, zeg maar. Ja, precies, dan gaat die harder in. Schild 200 pk. Geen heen meer, boy. Zo, dat tanken duurt lang, hé. Van de ook wel, maar... Ja, het tanken duurt lang en het is duur. Moet je tanken, anders kan je niet rijden. Ja, zeker. En ik ga nou gewoon, ja, ik snap het al. Want ik snap jouw hint. Ja, wat een mooi effect. Gewoon met je. Ja, enorm hoor. Dat is lekker dit. Hier. Ik hoef gewoon niet te remmen. Dat wat. Oh, toch wel. Ja, ik heb heel de tijd op hard geoefend. Dat is wel lekker. Wat heb je nu, medium? Thank you.
één rondje meer gereden en ik zie nu al een dikke mooie streep. Met de medium. Ja. Ja, het gaat best wel hard. Of kan ik gewoon niet rijden? Dat weet ik niet. Nee, maar oprecht, de medium gaat echt, echt niet lang mee. Oké, als die auto begint te glijden als ik gas geef, krijg ik een hartaanval, jongen. Dat is niet best. Nee, ik kan niet gaan voorzichtig op het gas. Heb jij T6 in mijn uitstaan dan? Nee, één. Maar glijdt hij dan? Ja, zeker weten. Even vooral de hoge snelheid bochten. Jezus, wat ben ik aan het doen, joh? De straat is helemaal weg. Ik zie je loopt in. Ben je ook op een 1 pitstop status? Ja. Gaspedaal zit los. Godver. Ja? Die zit er gewoon met 4 wachtbankjes vast. Heb ik die niet goed vastgedraaid of zo? Had Max Verstappen dat niet ook? Of had hij dat met zijn rem? Zijn rem dat nog. Zijn rem trek uit. Oh ja, zijn rem was het ja. Oh. Midden in de race of? Ja, de laatste ronde zelfs van de 24 uur race. Dat was van normaal. Je hebt ook zitten kijken. Wat was er allemaal toch, laatst? Hij was 2 jaar geleden. Ja, zoiets ja, 2 jaar geleden denk ik. Oh nee. Dat was toen dat Jimmy Broadbent won. Dat was een 12 uur race die ik laatst heb zitten kijken. Iedere keer als Max reed dan de race eerste, als de teammaat ging dan de race 5. Nee, ik heb niet zo gekeken, maar ik heb dat filmpje van die laatste ronde gezien. Die ging uiteraard viral.
Maar betekent automatisch als je goed Formule 1 kan rijden en alle andere auto's, dat je ook goed hierin bent? Zeker. Dus dat is andersom ook dan. Als je hier heel goed bent, dan zou je eventueel ook... Nou, het zijn vooral een paar basisprincipes. En, maar weet je, bij Formule 1 komt er zoveel meer fysiek bij kijken, zeg maar. Ja, dan als ik daarin ga met mijn dikke pants, dan... Ja, Vettel kan het ook, hè? Nou, of die dat nog kan, daar zijn de meningen een beetje over verdeeld, hoor. Maar ja, die want is toch gewoon wereldkampioen geweest, toch? Yep. Meerdere keer ook, volgens mij. 3, 4 keer? Of 4, 6 Ja, die virtual mirror die is echt vereist. Ik zie nooit geen ene reet tijdens de cockpitcam. Waar mijn tegenstanders zitten en zo. Is je tank leeg, Milko? Ik heb een buurtje geraakt. Oh, is dat het? Ja. Iets te grijpen. En de mediums, dus ja, ga je. Ja, waar dan, joh? Uitkwam laatste bocht. Verloor ik de achterkant. En de achterkant ging erin. Dat heb ik dan niet gemaakt, weet je. Ja. Je sprong op gas toen lag je in de muur. Ja, dat. In de combinatie met die banden. Dus dat ging maar in zat vast gegeten. Ja. Snel naar binnen nu. Let's. Over Beatsbergen, lekker. Wat? Oh. Snelste ronde. Oh ja. Zo kan het gaan. Hij zit echt los, man. Kut. Als ik rem, dan trap ik weer vast. Snelste ronde ook extra puntje. Yep. Oei, joh. Ja, dan gaan we het dan wel verbeteren. Ah! Ah, man. Batman is zeker een aanrader, man. Dat is fucking awesome. Ik heb geen grip meer, man.
Even kijken, waar de bandjes eronder. Nu zijn getuigen, hè? Twee verschillende bandjes eronder gehad. Ja, volgens mij, ik kan het gewoon checken in de replay altijd nog, als er nog onduidelijkheid over is. Eentje achter me. Wat komt die ook uit de pits of? Ja, daar staat meneer de fietsdingen af. Ja, jij staat heel uw pitstop dingen ineens op de rechte lijn af. Dus het scheelt in uw vel? Ja, ik moest remmen. Anders had ik u meegepakt. Oh, kijk, ik op de baan komt. Maar ja, want je wordt ook wel door degene die allemaal iets doet. Dat kan. Oh. Ja, want dan was ik het. Ja, want dan was ik het. Excuses, meneer Alves. Al krijg je er ook een penalty voor. Dat heb ik gesteld. Moet ik. Staat niet aan. Oh, dus je kan gelijk. Oh, dan deed ik dat. Ja, eigenlijk mag dat niet. Excuses. Terwijl ja, want telt er daar nog 5 seconden bij op. Nee, dat doe ik niet. Het is meer gewoon een courtesy, doe het niet. Nee, van de 10 keer zal het niks uitmaken, maar... Nou ja, nu dus wel. Ja, precies. Ja, ik let wel op het aantal seconden wat achter me zat. Dat was Wilco, die redde seconden maar je weet, zat. Maar je weet het nu toch, dus ik speel prima nog toch. Oh, hier ging ik naar links. Ja. Je moet hem helemaal uitrijden. Ja, weer wat geluk. Zo, denk je wel goed leeg gereden, Smash? Thank you.
op Alvest. Ik ga rechts langs. Hey, Jezus! Moet je die naar rechts sturen? Gek. Je zei toch rechts? Nee. Ik zeg, ik ga naar rechts langs. Oh. We zijn teamgenoten, Alvest. Niet vergeten. Yo, goeie avond, lezen Boomer. Is het nu definitief campuske? Wat vet. Bam! Ja? Nee, smash. Sorry. Wat is mijn puntje? Oh, lekker hoor. Nee. Nee? Nee. Ja, aardig tijd wel, Smash. Even daar even terugkijken, Koos. Of het allemaal eerlijk gebeurde, want jij vertrouwt het niet? Ja, het is een ronde 28, dus ik vertrouw het niet. Ik kan het terugkijken straks. Ik vertrouw het niet. Lien, jij en Lien, dat ken ik. Daarom. Hij moet Tuff nog naar binnen, want hij heeft twee keer hards nu. Nou, ook helpen. Nou, ik weet het. Ik heb het in de gaten gehouden natuurlijk. Ben jij begonnen op medium en dan hard? Yep. De medium hard hard. Oh, dus je gaat wel twee keer. Yep. Bandenwisselen is op zich al snel gebeurd. Zonder te denken. Ja, bandenwisselen is volgens mij 4 seconden. Nog een keer, 4-5 seconden.
Kom jij nog in de buurt bij Tufschoen Smash? Yep. Die heeft het zwaar nu hoor. Ja, ik wou zeggen, die heeft het heel zwaar nu. Ik denk dat zijn bandjes helemaal op zijn. Hij moet heel vroeg remmen elke keer. Hij zit toch een beetje te schutteren. Ah. Sorry. Nu is dat fout echt wel heel irritant. Het lijkt nog net of ik achterwielaandrijving heb, man. Daarop zit. Een mask op de race naar het en ik schud op een probleem. Nee, dan niet, nee, maar ik rijd niet op de race. Dat heb ik me eigenlijk niet aangeleerd. Ja, of jullie rijden gewoon verkeerd. Ik denk dat wij allemaal verkeerd rijden. Ik denk het ook. In bocht 2 ga ik altijd een beetje naar links, zeg maar, voor die bocht. Ja, wij gaan naar rechts. Ja, maar ik ga eerst naar links. Als een Formule 1 auto, zeg maar. Wat dat doe je in deze bocht, toch? Formule 1. Ja. Want na start-finish, zeg maar. Die lange zwaar. Gaat eerst naar links. Een heel klein stukje en er ligt net vuil. Ah, ik ben gewoon een seikertje. En maar schudden met dat kontje, die terug. Dat had ik ook. Ja, hoe heet dat? Je ziet hem links, rechts, links, rechts. Oh ja, het scheelt wel als je gelijk naar rechts toe gaat. Het is maar tip. Dat die kleren erbij hoor. Hoe dicht zit je bij hem, Smash? 700. Doe het voor me, hè? Hij is mijn concurrent. Dat nog niet redden, Thuis gaat voor het snelste rondje hoor. Ja, maar dan nog een extra stap om de twee keer hardheid gedaan. Ja, dat hebben we, John. Dus dan behoudt het soms. Ja, maar ja, de goede kans om nu de snelste ronde te pakken dan. Alles wel in het puntje. Tuurlijk. Maar voor mij moet het ervoor nog een stap, dus ik ga het zo wel van soft gaan, denk ik. Je weet nooit hoe het loopt, hè, deze competitie. Ja, dan moet je in de algemene stand in. Wat bedoel ik? Wat rij ik braaf. Zeg je? Ik zo braaf rij. Daar kom er nog wel 30 keer tussen had gestoken. Oh, nu. Oh, dus het verschilt van PP. Ja, zeker. Ah, oké. Okay. Got it. Ik zal die achter mij zit. Best ver op je. Ah, top. Dankjewel. En ik ben langs. Hey. Hij is er nu nog eentje. Ja, Lindsay is dat wel. Hij mag je wel. Ja, maar je mag je best doorrijden. Als ik dit seizoen kampioen word smashed, dan noem ik je mijn speech. Die ene race is mij hier, dat lukt. Ja, joh. Dat is het.
dat, dan kunnen we lekker door, hè. Want we gaan over plekje 5. Nou, dat ga ik net niet redden, denk ik. Zit helemaal binnen. Force is strong in this one. Twin in the mix. Dankjewel voor die follow. Tegen. Ja, je hebt niet, de rechtstukken zijn net niet lang genoeg daarvoor. Al bocht 1 kan je goed uitbrengen. Ik loop zelfs uit, hoe kan dat nou? Topsnelheid ligt niet gelijk van alle auto's, hoor. Ja, of dat ik aan mijn top ben, zo moet zeggen. Ja, maar sowieso. Ik bedoel, mijn auto heeft een hele lage topsnelheid, man. Weet je? Ja, eigenlijk hetzelfde. Ja, maar daarvoor heb ik hem ook niet. Geniet ervan. Nou, ik vlieg gewoon met deze bak, tenminste geen bak. Dus gemiddeld ben ik het snelst mee, denk ik. Ja, dat heb ik ook, want ik... Dat heb ik ook met de WRX GF4, die vind ik ook fantastisch. Ik hou ervan namelijk om met die auto een beetje te kunnen smijten. Kom je nu uit de pits, Alvist? Ja, ja. Mooie bandjes, of... Mooie banden in de kat. Ah. Moest benzine... Ja, benzine moest niet. Even dat extra puntje. Nee. Ik rij veel te traag. Ik zit 8 seconden van die tijd van... 10 seconden van die tijd daar. 10 seconden, ja. Ik zit er nu 4 seconden achter. Ik rijd nu 1,52. Ja, ik ook. Wacht, met je panden, zijn de panden zeker pad? Yes. Ja, hoe lang gingen ze mee? 1 rondje. 1? Ja. Ik ben al je gaan ingeplaggen. Ik ben al te blijven met die bandjes. Met 3 rondjes. Ah, de rooien gaan ook 9 ronden wezen, een beetje. Alleen dan meestal heb je wel heel weinig over. Alvis heeft wel volledig schijt op blauwe vlag, hè? Godverdomme. Houd ik zo. Woehoe! Yes, baby! Yes! Ah. Lekker koos. GG's. Thanks. De achtste ronde pakte ik nog volgens mij. Of de snelste, sorry. Ik zeker niet. Ja, Milko. Ja, 1.48.2. Prachtig, mooie bandjes. Ik had puntjes gepakt. Lekker.
toch wel echt veel zuiniger gereden dan dat ik in eerste instantie gedacht had. Wat dan, Kampuske? Wat dan? Blauw vlak is toch gewoon aan de kant waar dit kan? Ja, dat merk je ook wel bij Assetto Corsa rijdt op Corsa.